oktober begint aardig nat te worden. We hebben in de Achterhoek al een millimeter of 30 te pakken op de natste plekken. De helft van wat er normaal mag vallen. En naar het westen van de provincie op de Veluwe daar is al wel 50, 60 millimeter gevallen. En het is nog niet gebeurd met de regen, want de afgelopen dag hadden we natuurlijk ook nog te maken met een lage drukgebied dat overtrok. En dat bracht ook nog de nodige neerslag met zich mee. 5 tot 10 mm is er alweer bijgekomen. En ja, de wind die was eerst oost tot zuidoost, maar achter de storing draait hij langzaam naar noordelijke richtingen. Ja, en dan is het wel een beetje fris. Hè? Temperaturen die komen dan niet witter dan een graad of 13 tot hooguit 14. Vanavond en ook komende nacht dan hebben we eerst nog wat wegtrekkende regen, maar daarna is het toch droog. Er zullen wat opklaring koelt af naar een graadje of 7. De foto die erin is gestuurd is eigenlijk al wel eventjes geleden, maar ik wil hem jullie niet onthullen, want een hele mooie regenboog, nou regenkump, zonneschijn en dan hopen we dan natuurlijk ook dat is, dit ook nog een keer kump. Maar Stan Bouwman heeft er een heel mooi plaatje van gemaakt. Wil je ook een foto insturen, dan kan de foto at gerritsweerpraat.nl. Vandaag ben we met de Weerpraat in Ulf in de SSP-hal op het Druterrein. En naast mij starten twee bestuursleden, Johan en Chris. En het is nog rustig, maar wat gaat er gebeuren, Johan? We hebben hier morgen en zondag een jongdierdagkeuring. Waarvan 8 verenigingen uit de regio dieren insturen. Er zijn 200 konijnen, 300 kippen. Dan zijn er ook een 100 sierduiven en een aantal muizen en ratten, ook een 50 stuks in totaal. Die worden allemaal morgen vroeg gekeurd door keurmeesters. En vervolgens kan het publiek 2 dagen komen kijken. Want Chris, hier in SSP haalt een mooie ruimte ervoor. Hoeveel keer doen jullie dit al? Dit voor de 5e keer doen we dat in de SSP al hier in Ulft. Het eerste jaar hadden we 219 dieren. Daarna hebben we er een open jongdierendag van gemaakt. Dus er kunnen ook zusterverenigingen insturen. En nu, 5 jaar later, zitten we op 658 dieren. Want het is, ik hoor wel Johan, het is heel uitgebreid. Zelfs nog ratten en muizen, wat zei je net? Ja, ratten en muizen en ook nog één hamster. Jullie zijn nou aan het inrichten, maar wanneer is te bekijken en van hoe laat tot hoe laat? Het is er zaterdag vanaf 9 uur tot half 5 en zondag van 10 uur tot half 5. Zo, en je zei al dat er heel veel kwamen, maar kunnen de mensen er zo in? Het is gewoon gratis toegang, ja. Nou, dan kan ik jullie niks anders dan veel plezier wensen met het dierenshow. Dank je wel. Ja, want het weekend, dat heeft twee gezichten. De wind is naar noordelijke richting gegaan afgelopen nacht. En het draait wat meer door naar noordoost op de zaterdag. Het is wel vrij rustig wat dat betreft met wolkenvelden en zon. En zaterdag is ook de beste dag van het weekend, want dan blijft het ook droog met een graad of 13, 14. Maar de zondag, dat wordt andere koek. In de nacht naar de zondag, dan hebben we te maken met wat toename van de bewolking. We begint de zondag met een graadje of 7. En zondag, ja, het begint droog, maar de bewolking neemt al snel toe en later in de ochtend, maar zeker in de middagperiode, valt er af en toe wat regen. Niet zulke grote hoeveelheden, ik denk maximaal 5 mm, maar toch met temperaturen van een graad of 13 is het niet zo heel veel. Als je rekent dat je normaal toch nog 18, 19 graden mocht hebben deze tijd van het jaar. Voor de mensen die het zat bunnen, maandag is nog wel een droge dag met wat zon erbij en ook wel redelijk rustig. Temperaturen rond de 13, 14 graden. Maar vanaf dinsdag hebben we toch weer een aantal wisselvallige dagen voor de boeg. Met elke dag wel kans op wat regen of wat buien. En ook wel tussendoor wat zon, maar de temperatuur ligt dagelijks zo rond de 14 graden. Goed gaan.